Omdat ik 2 dagen niets gegeten heb, ga ik naar de verjaardag. Een dvd uit mijn kast mee, ingepakt in een reclamefolder. Gefeliciteerd. Ik laat nootjes in mijn zakken voor later. Kauwend loop ik door de huiskamer. Ik bekijk de spullen van de mensen. Over hun bank ligt een rode pleat. Op de vensterbank ligt een kat van zeker 7 kilo. Boven de bank hangt het lelijkste schilderij ter wereld. Ik stoot een jongen aan en zeg hem dat daar, op 2 meter afstand, het lelijkste schilderij ter wereld hangt. We kunnen het bijna aanraken. Nu ziet hij het ook. Het gerucht verspreidt zich over het feest. Het lelijkste schilderij ter wereld. Het lelijkste schilderij ter wereld. De mensen zijn niet blij. De vrouw zegt dat een vriendin van haar het schilderij gemaakt heeft. Dat ze er erg haar best op heeft gedaan. En dat het mooi bij de bank past. 2 jongens halen het lelijkste schilderij ter wereld van de muur. En houden het joelend boven hun hoofd. We gaan met z'n allen met het lelijkste schilderij ter wereld op de foto. We dansen met het schilderij in onze armen. En zingen liedjes voor het lelijkste schilderij ter wereld. Ik zeg dat het lelijkste schilderij ter wereld vroeger werd gebruikt om krijgsgevangenen te martelen. De vrouw zegt dat we het schilderij terug moeten hangen. De man staat aan haar zijde. Ze zeggen dat het feest voorbij is, dat we moeten gaan. Het lelijkste schilderij ter wereld wordt weer boven de bank gehangen. We gaan naar huis. Als ik omkijk naar het lelijkste schilderij ter wereld, zie ik dat het schilderij ondersteboven is teruggehangen. Het speeltuintje heeft geen ingang. We hebben 3 rondjes om de heg rond het speeltuintje gelopen. De heg is zo hoog dat ik er net overheen kan kijken. Mijn neefje moet springen om over de heg te kunnen kijken. Ik zeg dat we moeten inbreken. Mijn neefje durft niet, maar als ik de takken van de heg pak en me over de bovenkant worstel en in het speeltuintje sta, volgt hij me toch. Er is niemand in het speeltuintje. We zijn met z'n tweeën. Ik ga op een bankje zitten en sla mijn ene been over het andere. Mijn neefje gaat van de glijbaan. Eerst op zijn billen, dan op zijn buik, daarna schreeuwend. Het wordt steeds drukker. Er zijn steeds meer mensen en kinderen in het speeltuintje. Ze klimmen ook over de heg. Een kind blijft met haar rugzak in de heg hangen. Janken natuurlijk. Alle bankjes zijn bezet met volwassenen. Overal zijn schreeuwende en jankende kinderen. Een vader loopt weg met een jankend kind onder zijn arm. Net een opgerold tapijt. Een jankend opgerold tapijt. Er landen strontvliegen op mijn benen. Ik sla ze weg. Ik dood ze niet. Ze blijven even weg. Bij alles wat mijn neefje doet, bij ieder toestel waar hij in of op of af gaat, roept hij mijn naam. Ik kijk dan en zeg, goed zo, en steek mijn duim omhoog. Ik wil dat mijn neefje een positief mens wordt, zonder complexen, met veel zelfvertrouwen. Iemand die later nooit gewapend zijn klas binnenloopt, om eerst de juf en daarna al zijn klasgenootjes dood te schieten. Mijn neefje roept mijn naam en springt van een speeltoestel. Hij springt bovenop een ander kind dat onmiddellijk overlijdt. Zwijgend kijken we hand in hand naar het dode kind. De mensen en de kinderen in het speeltuintje kijken allemaal naar het dode kind. Mijn neefje vraagt
of hij nog even mag spelen voordat de politie komt. Als Mongool door het leven gaan, ging hem beter af dan verwacht. Hij had thuis al een paar uur geoefend, zwaaiend met zijn armen en pratend met een dikke tong. Hij had ritjes met de bus gemaakt zonder zijn chipkaart langs het apparaat te halen, om vervolgens de buschauffeur de hele weg kwijlend aan te kijken. Ook had hij tijdens het vrijen met zijn vrouw ineens met een Mongoolse stem liggen schreeuwen dat hij klaar kwam, om vervolgens klaar te komen. Waar was die drang vandaan gekomen? Een bevlieging kon je het niet noemen. Daarvoor was hij er nu al te lang mee bezig, met het Mongolendom. Het begon op een feestje bij de buren, een paar weken geleden. Iets te veel gedronken, een buurman die met een Mongolenstem een bekende Nederlander nadeed. Iedereen lachte en hij die inhaakte. Wanneer hij nu terugdenkt aan dat moment, schieten de tranen weer in zijn ogen. Thuiskomen, zo voelde het. Hij kwam thuis. Er had altijd al een Mongool in hem geschuild, klaar om eruit te komen. Met een paar keelklanken barstte de cocon open en daar stond een schitterende Mongool te pronken. Wanneer hij voortaan de krant was, was hij soms een paar regels met een Mongolenstem. Eerst in zijn hoofd, later hardop. Hij vroeg zijn vrouw of ze een bloempotkapsel bij hem wilde knippen. Toen ze weigerde, deed hij het zelf. Een echte Mongool had het niet beter kunnen doen. De eerste keer dat hij een banaan met schillen al op had, keken zijn leerlingen verbaasd op. Na een tijdje wende het. Net als het soms wel drie keer moeten vragen wat hun leerkracht precies zei. De rector had aanvankelijk moeite met de nieuwe levensovertuiging van de leerkracht. Maar toen bleek dat de cijfers van de leerlingen er niet onder leden, besloot hij dat blootstelling aan een grote diversiteit aan mensen de jongeren alleen maar ten goede zou komen. In de keuken was hij een ramp. Zoet en zout verwisselen, overal garam masala doorheen, appels in de oven. Zijn vrouw gunde hem een hobby, maar leuk moet niet ten koste gaan van het leven. Zoals René al zei, mijn naam is Robert Schuit, ik ben schrijver van diverse stukjes en ik hoor mezelf dit dan, ik hoor mezelf voorlezen en ik denk ineens, volgens mij, ja, er klopt eigenlijk helemaal niks van dit verhaal. De interne logica en de chronologie kloppen niet echt en ik realiseer me volgens mij ook dat ik al een keer eerder zo'n soort verhaal heb voorgelezen. Een beetje hetzelfde idee en ik wil mezelf zo min mogelijk herhalen. Dus ik leg dit verhaal nu hier even stop. Het is ook iets dat ik al eerder deed, maar toen was het ook nodig. Dus ja, ik ga maar door naar het volgende verhaal. Ik zit thuis. Heb een week met niemand gesproken op mag ik pinnen na. Over 1600 weken ben ik waarschijnlijk dood. Op internet zie ik dat er ergens in de stad een dichtersavond is. Alleen amateurs mogen meedoen. Het thema Star Wars. Soms houd ik meer van slechte dichters, soms meer van Star Wars, maar ik houd van allebei. Over een uur begint het. Het kan niet anders. Ik moet gaan.
Even later sta ik achter in het café met mijn rug tegen de muur en neem een slok bier die beter had gesmaakt wanneer ik niet net mijn tanden had gepoetst. De eerste dichter zet zijn stormtrooperhelm na zich op de grond, houdt de microfoon voor zijn mond en zegt dat hij zijn gedicht in het boogie zal voordragen. Hij houdt woord, want... Hij doet zijn helm weer op. Een als Ewok verklede dichter stapt het podium op. Ik neem nog een slok bier, zet mijn half lege glas op een tafeltje waaraan twee mensen druk in gesprek zijn. Ik vraag aan de vrouw achter de bar of ik mag pinnen. Ze zegt dat ik alleen contant kan afrekenen. Ik pak mijn bier weer van de tafel, loop terug naar mijn plek tegen de muur en kijk of ik ergens op de grond geld zie liggen. Onder een groot applaus verlaat als Ewok verklede dichter het podium. Als een mantra herhaal ik in mijn hoofd. Nog 1600 weken, nog 1600 weken, nog 1600 weken. Het is bijna een gedicht.